the zone. In eigen land lijkt niemand bij machten om de Anderlecht-trein te stoppen. Ook Oan Leuven niet. Dit zijn de highlights van de Lotto Super League. Anderlecht-Oan Leuven was de onvervalste topper van de zevende speeldag. Leuven stond aan kop van het klassement, terwijl de Brusselaars nog twee wedstrijden moeten inhalen. In deze fase van de competitie zou winst voor beide ploegen vooral een mentale opsteker zijn. De talrijke toeschouwers zien twee gretige ploegen die kunnen rekenen op een secure doelvrouw. Seynhaven komt gepast tussen en lanceert meteen de tegenaanval. Eurlings stuurt Kuipers de diepte in. Die schudt de loze af, maar oog in oog met Walbillig trekt de Nederlandse aan het kortste eind. Walbillig, nog altijd maar 17, is aan een sterk seizoen bezig. Een kwartier later zijn de bezoekers daar weer. Ann Poorter ziet dat Eurlings goed gevolgd is. Haar geblokt schot belandt tegen de steunarm van IJzerman, dus geen handspel. Hier komt Anderlecht goed weg. Ook de thuisploeg laat de bal vlot rondgaan. Wijnand ziet Van Zijr vertrekken. De voorzet is scherp. Een alerte Seynhaven is eerst op de bal. We zitten over het half uur wanneer Minnaert tijd en ruimte krijgt. De Labre staat vrij en zet met een knappe paas Minnaert alleen voor doel. Die kent geen genade en knalt Anderlecht op voorsprong. 1-0 is de ruststand na een geanimeerde eerste helft. OL komt met frisse moed uit de kleedkamers, maar stuit op een solide Anderlecht-organisatie. Eerst verhindert Matavkova dat Kuipers kan afdrukken. En na een uur dribbelt de vinnige Eurlings zich voorbij de loze. Kuipers en Hermans reageren te laat op de gevaarlijke voorzet. Enkele minuten later heeft de thuisploeg meer geluk. De voorzet van de loze wordt niet goed opgeruimd en opnieuw is Minnaert bij de pinken om de voorsprong uit te diepen. 2-0. In het slotkwartier is het helemaal boeken toe voor de bezoekers. Mertens begaat overduidelijk een overtreding op Benink in de 16 en dus krijgen we een strafschop. Wijnand zet zich achter de bal. Ze mikt op de paal. Benink is goed gevolgd en legt alsnog de 3-0 in het mandje. Voor de Nederlandse is het haar derde doelpunt voor Paarswit. Leuven verdient een doelpunt. Invalster Zomers wordt gezocht voor doel, maar komt een halve seconde te laat om de bal goed te raken. Aan de overzijde zit alles mee. In de allerlaatste minuut belandt het afgeblokte schot van Van Zijr aan de tweede paal en nieuwkomer Rossi werkt beheerst af. Zo eindigt een evenwichtige partij op een ruime 4-0 overwinning voor Anderlecht dat 15 op 15 pakt. Laat mij wel beginnen met te zeggen dat we heel nederig moeten zijn, want de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het in de eerste helft misschien een heel ander verhaal zou kunnen geweest zijn. Ik ben een beetje van een voetbalromanticus. De manier waarop telt ook wel heel hard en we zullen het ook moeten durven benoemen deze week en iedereen is er zich wel bewust van. Maar uiteindelijk wordt voetbal wel gespeeld in de 16 meter gebieden en dan hebben we het geluk dat we defensief heel efficiënt zijn en dat we opnieuw kunnen rekenen op een heel goede keepster en dat we zelf ook op de juiste momenten onze momentjes gekozen hebben om te kunnen scoren en dat dat bij hen misschien wat de benen afsnijdt. Leuven speelde een oerdegelijke wedstrijd, maar keert zonder punten naar huis. Ik denk dat het niet weerspiegelt hoe dat de matches verlopen. Ik kan moeilijk verstoppen dat ik ongelooflijk gefrustreerd ben, want ik denk dat wij hier toch zeker niet verdienen om te verliezen. Ik denk zelfs dat wij verdienen om te winnen. Ik vond vooral jammer dat we eigenlijk drie keer 1-op-1 komen met de doelvrouw en dat we dat dan niet kunnen afwerken. Ja, dat is zuur en dat neemt ook energie weg uit je benen en op een bepaald moment kan je dat ook niet houden. En is dat een beetje een ongeschreven regel in het voetbal. Als je je eigen kansen niet afwerkt, krijg je het deksel op de neus. En dat hebben we vandaag keihard op onze neus gehad, denk ik. Ja. Voor de match tegen Gent start de Standaard met dezelfde basis die een week eerder won van club. En de Rouchettes gaan stevig van start. Al na 12 minuten komen ze een eerste keer dreigen. De poging van Blaven eindigt op de paal. De reactie van Gent laat niet lang op zich wachten. Zo'n 10 minuten later gaat Van Dalen voor haar kans. Muziek komt tussen. Ook de Gentse goalie mag zich onderscheiden. Schitterende reactie op het schot van Toloba. De bezoekende defensie heeft het moeilijk met de flanksnelheid van Standaard. Barrett kan de voorzet van Wijnbloem niet omzetten in een doelpunt. 4 minuten voor de rust lukt het wel voor Standaard als Tolle Bafon aanspeelt die er knap 1-0 van maakt. Een verdiende voorsprong voor de Rouchettes.
Ook na de pauze toont Standaard zich meteen vlijmscherp. Blaven knikt de vrije trap van Van Bellen tegen de paal. Barrett is goed gevolgd en verdubbelt de score in het gerommel. Het is het eerste competitiedoelpunt voor de Ierse. Gent buigt niet en zoekt naar de aansluiting. Van de Keren probeert het van op afstand. Muziek krijgt hulp van het doelkader. Standaard blijft zijn eigen spel spelen en dat loont iets voorbij het uur als de onvermijdelijke Tollebat toeslaat. 3-0, het is voor haar haar derde van het seizoen. En nauwelijks 2 minuten later doet Humartus op een corner van Van Bellen de Gentse boeken helemaal toe als ze er 4-0 van maakt. De laatste kans van de match is nog voor Gent, maar de poging van Braams is er geen die muziek kan verontrusten. Tweede zege op rij voor Standaard, dat ook zijn eerste clean sheet van het seizoen laat noteren. Zonder meer een opsteker met het oog op de Classico tegen Anderlecht, die woensdagavond wordt gespeeld. Oui, c'est un bon score. On a été performant aussi sur phase arrêtée. C'est la première fois. Je suis qu'au satisfait à ce niveau-là. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Mais comme depuis le début de la saison, et je dis qu'on est en train de grandir, mais je prends du plaisir à avoir joué mon équipe de cette manière-là. Je pense qu'on joue beaucoup mieux au football que l'année dernière. Et là, on retrouve une efficacité offensive. Donc, c'est de bon augure pour la suite. De Buffalo's leiden hun derde nederlaag op rij. Het is al hun vijfde wedstrijd zonder zegen of doelpunten. Een vijfde wedstrijd zonder overwinning is natuurlijk niet positief. Hè? Dus, het is niet dat we super slecht spelen, maar we moeten iets geduldiger zijn aan de bal en meer geloven in onze kwaliteiten aan de bal ook. Het moet ook wel gezegd zijn dat Standaard heel efficiënt heeft afgewerkt en toch wel een stugge tegenstander, een goede ploeg. Genk en Club Waalwijk begonnen niet echt geweldig aan het seizoen en waren nog steeds wat zoekend naar een ideale vorm. Genk kon vorige week tegen SCV voor het eerst winnen en hoopte die lijn door te trekken. Begin van de wedstrijd is echter voor Club Waalwijk. Zij beginnen fel en komen na 1 minuut al bijna op voorsprong. Van Wijngaarden moet goed plat op de poging van Van Mechelen. Nog geen 2 minuten later is het wel prijs voor Club. Van de Velde speelt de bal op aangeven van Boutjebi door de benen van Van Wijngaarden en brengt Club 0-1 voor. Een blitstart voor de troepen van Inca Grings. Brugsfeestje is maar van korte duur. Aan de overzijde wordt duistersdiep gestuurd. Zij tikt de bal voorbij Covent en frommelt hem dan in het lege doel. Er is al 2 keer gescoord en we spelen nog geen 5 minuten. Club probeert meteen te reageren. Maar Reinebo kan Van Wijngaarden niet verrassen in de korte hoek. De thuisploeg blijft rustig. Na een mooi combinatiespel wordt Van der Zanden diep gestuurd. Zij omspeelt Van Bellen knap en plaatst de bal heerlijk in de rechterbovenhoek. Genk staat voor en dat is niet tegen de gang van het spel in. Net voor rust kan Waalwijk nog eens uitbreken. Boutjebi omspeelt Van Wijngaarden en lijkt de 2-2 te gaan maken, maar dat is buiten Luna van Hout gerekend. De verdedigster houdt de bal met een ultieme sliding uit de netten, maar knalt in haar actie vol op de paal. Ze wordt afgevoerd. Vandaag wordt ze onderzocht in het ziekenhuis. We spelen 5 minuten in de tweede helft als Genk komt opzetten. De poging van Petri waait net over. Iets later kan de aanvalster nog eens uithalen. Haar schot is te centraal. Kansen krijgen we niet meer in deze partij. Genk houdt 3 heel belangrijke punten en vooral het vertrouwen thuis. Voor de speelsters van Club Waalwijk wacht een lange busrit naar huis. De manier waarop vandaag, ja, dat is gewoon echt fantastisch. Dat is het voetbal. Ik ben nu 4 jaar hier in Genk. Dat is het mooiste wat ik meegemaakt heb dit jaar. Het verdedigen, het voetballen, het alles. En dat doet me enorm deugd. En allemaal meisjes hier die s'avonds trainen en die keihard werken voor iedere centimeter. Just we drive home now. We have to analyze this. We have to talk with the team, with the staff. And then we have nothing to lose against Anderlecht. And we play at home and we want to give our best. Op de farm kondigde coach Berdont afgelopen week zijn ontslag aan na een teleurstellende 0-15. T2 Ivan Tighem neemt als interimcoach voorlopig plaats op de bank tegen Westerlo. We spelen nog maar 5 minuten wanneer Nelissen een diepe bal op Niering verstuurt, die met een heerlijke lob de 0-1 op het bord zet. Diezelfde Niering mag het kort nadien nog een keer van dichtbij proberen. Nu gaat haar schot hoog over doel.
Met amper 9 minuten op de klok lijkt Westerlo de thuisploeg al uit te tellen als Merkelbach met haar derde doelpunt van het seizoen de score verdubbelt. Ik denk dat we de eerste 10 minuten allemaal nog in de kleedkamer zaten. Ik weet het niet, we waren niet wakker. En dat heeft Westerlo heel efficiënt afgestraft. De bezoekers tonen zich zoals altijd gevaarlijk op stilstaande fases. Een vrije trap wordt door Van den Abbeelen in hoekschop verwerkt. Uit de corner die volgt belandt de bal uiteindelijk bij Janssens. Haar schot is wat te braaf. De thuisploeg toont zich daarna wel strijdvaardig en brengt bij momenten goed voetbal op de mat. Bij de kopbalkans van Maximus scheelt het niet veel. De beste kansen zijn wel voor de Kemphanen. Het schot van Merkelbach gaat nipt over. Het slotakkoord van de eerste helft is voor Zulte Waregem. De vrije trap van Lalkes is een makkelijke plukbal voor Van der Poel. Net na de pauze brengt Ubo de bal goed voor en opnieuw is Maximus er erg dichtbij. SCV is ongelukkig in de afwerking. Als Pree niet veel later de 0-3 aan de voet heeft, vergeet ze de wedstrijd helemaal te beslissen. Ook de voorzet van Wielox is op maat, maar de kopbal van Merkelbach gaat nipt naast. SCV geeft zich niet zomaar gewonnen. Het schot van Van Henterrijk spat op de dwarslat. Scoren in de tweede helft lukt niet meer voor de bezoekers. De poging van de Bond gaat naast. In het absolute slot van de wedstrijd is Maximus nog dicht bij de eerredder, maar ook nu houdt Van der Poel haar netten schoon. Westerlo pakt de volle buit en laat SCV alweer met lege handen achter. Na een zwak begin, want na de Westelse goals, kon de coach niet helemaal ontevreden zijn over zijn wedstrijd. Ik denk dat we nadien toch wel in balbezit een verdienstelijke wedstrijd hebben gespeeld met de nodige kansen. We misten wel wat scherpe voor het doel, maar toch ben ik tevreden over het team, over de inzet dat ze gebracht hebben. Westerlo knoopt na verlies vorige week opnieuw aan met een overwinning. We hebben genoeg mogelijkheden gehad om de score uit te breiden. Daar lieten we het na, waardoor je ze eigenlijk in de match laat. En ik denk na een half uur gaat de kwaliteit bij ons ook wel omlaag, waardoor ze meer in de match kwamen. Maar zonder eigenlijk echt kansen weg te geven. Ik ben op mijn 8 jaar of zo gestart, denk ik. Toen Cerkel Mellen, maar dan is dat verder gegaan naar KGent Ladies. Daar heb ik ongeveer 12 jaar gevoetbald. Dan ben ik naar Brugge gegaan voor 2 jaar. En dan ben ik uiteindelijk hier beland bij Anderlecht. Het is nu mijn 3e jaar. En ik ben heel blij hoe dat gelopen is. Het zijn misschien een beetje speciale ploegen om de overstap te maken. Maar ik ben heel blij dat ik nu hier bij Anderlecht ben. En ik voel me echt heel goed en ik hoop dat ik hier ook nog lang kan blijven. Mijn ouders komen echt elke wedstrijd. En tot vorig jaar kwamen mijn oma en opa ook. Maar dat wordt nu een beetje moeilijker wegens de persoonlijke situatie. Maar die kijken echt elke wedstrijd ook op mijn MOVE-TV. Dus, het zijn vooral mijn harde kernsupporters. Ik denk als je zo'n lange blessure achter de rug hebt, dat je altijd gewoon blij bent om te voetballen. En als het dan een keer minder gaat, dan probeer je te denken van ik ben gewoon blij dat ik op het veld kan staan en dat ik gewoon kan voetballen. En inderdaad, het is wel makkelijker. Allee, maakt het makkelijker om meer te relativeren en om gewoon vol een bak te gaan. Want ja, ik ben gewoon blij om te voetballen. Het belangrijkste is gewoon dat we blijven evolueren. En dat is wat we momenteel aan het doen zijn. Dus, gewoon week per week bekijken en gewoon telkens beter spelen. En waar we punten kunnen pakken, zullen we punten pakken. Ik zou eerder geneigd zijn om echt gras te zeggen. Maar in België is het zo moeilijk om een deftig echt grasveld te vinden. Dus ik denk dat we in Genk niet kunnen klagen. Het is perfect veld. Maar als we een compliment mogen geven aan één club in België, dan is het wel Gent. Ze hebben denk ik wel het mooiste veld in België. J'essaie juste de faire chaque fois mieux. Donc chaque match meilleur les uns que les autres et juste grandir avec la saison. Depuis 2 matchs, on a une très bonne mentalité, on affiche beaucoup de caractère sur le terrain et je pense que ça se voit beaucoup dans notre jeu. On arrive à bien construire et à être plus efficace devant les cages. Je me sens mieux, plus les matchs avancent et plus je me sens mieux et j'espère que ça continuera comme ça, je suis très contente en tout cas. Je pense que c'est la communication, oui. Mais aussi la compréhension, donc je pense qu'on se comprend quand on parle ensemble et c'est très important. Donc oui, je dirais que la communication c'est un des points clés des matchs. Je parle beaucoup, parfois pour rien, mais je parle beaucoup. Donc oui, parfois ça peut être une force. Ik denk dat het vooral collectief was dat we snel, efficiënt scoren en daardoor de wedstrijd winnen. Dus ja,
Dat is leuk om persoonlijk aangewezen te worden tot man of the match. Maar ik denk dat wij als ploeg altijd ons verdiensten hier op de 3 punten pakken. Bij Standaard in Genk heb ik wel meermaals in de top 5 gestaan van de, ja, van de reeks. Dus ik hoop eigenlijk daarin te kunnen belanden op het einde van het seizoen. Maar we gaan zien waar we geraken. Ik heb toen Westerlo gekozen omdat, ja, eigenlijk die visie mij toen al aansprak en ik wist goed genoeg eigenlijk, ik zag toen al dat we naar Super League op zouden gaan en dat is gebeurd en ik zie nu ook die visie terugkomen, dus ik ben er heel blij mee met die stap te maken. Het thuis voelen doet me juist goed in Westerlo, terug het plezier vinden in de wedstrijd, het zowel niveau brengen als plezier kunnen maken op en langs het veld, fijne spelers, fijne staf en de volledige omkadering klopt in Westerlo en die visie sluit bij mij daar volledig aan. Ik ben kinesist, maar ook personal trainer als job, dus dat is vooral de vrije tijd buiten het voetbal steek ik in mijn job. 13 goals met vooral Anderlecht en Standaard als hofleveranciers op speeldag 7 in de Lotto Super League. Oud-Heverlee Leuven blijft nog wel op kop van het klassement, maar Anderlecht zit al op een punt en heeft nog 2 inhaalwedstrijden te goed. Westerlo blijft mooi in het zog. Genk schuift langzaam naar boven, club zakt steeds dieper weg en SCV wacht op een mirakel. Volgend weekend zitten we live op Zultenwaregem Standaard. Nu woensdagavond krijgt u ook nog de inhaaltopper Standaard Anderlecht op uw scherm geserveerd. Vanaf 8:30 uiteraard op DAZN. Hopelijk tot dan.